Tessa, het zit er bijna op. Ja, klopt. Nog 7 draaidagen. Hoe gaat het? Ja, het gaat heel erg goed. Het is heel spannend. Vandaag hebben we een hele leuke dag hier in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. En we doen net alsof dit een schouwburg in Praag is. Eigenlijk. Want je gaat het exterieur wel echt in Praag filmen. Klopt, ja. Morgen gaan we eigenlijk met de auto naar Praag. En dan gaan we daar op de Karelsbrug hebben we een scène. Oh, dat verklap ik al. Ja, nou, we hebben dus op de Karelsbrug een scène. En we hebben het exterieur van een schouwburg. Die dus moet lijken alsof dit de binnenkant daarvan is. Jij speelt de rol van Casper in Pijnstillers. Kun je eens heel kort uitleggen waar de film over gaat? Ja, het gaat over Casper. Casper is een 15-jarige jongen die alleen woont bij zijn moeder. Hij houdt ontzettend van piano spelen en wil later componist worden. Dus hij gaat ook bij een gerenommeerd orkest om daar zijn eigen stukken voor te componeren. En hij is op zoek naar zijn vader. Want hij heeft zijn vader nooit gekend. En zijn moeder doet altijd een beetje geheimzinnig over wie die is en wat hij doet en waar die is. Dus zij wil ook eigenlijk niet dat hij zijn vader leert kennen. Maar dat wil hij wel. Dus hij gaat op zoek naar zijn vader. Maar dan ineens komt hij erachter dat zijn moeder kanker heeft. Dus dan probeert hij zijn vader te vinden terwijl hij zijn moeder langzaam kwijtraakt. Maar kankerlijn zoals je vorige film en nu weer een film over kanker. Had je toen niet zoiets van, nou, ik wil ook wel een keer een lekkere vrolijke rol spelen? Nee, ik weet niet. Lekker een keer een vrolijke rol spelen, dat heb ik ook gedaan. Vond ik ook geweldig, maar dat moet nog komen. Maar ik hou van dramatische verhalen. Vind ik leuk om te doen, want daar kun je veel emotie in stoppen. Daarmee kun je jezelf kun je heel veel experimenteren met de manier waarop je iets doet. En ik vond het vooral leuk, wat ik leuk hieraan vond, is het is alweer de 7e Carrie Slee film. En ik dacht zelf ook van, ja, weer een Carrie Slee film. Maar ik wilde het wel heel graag doen, omdat Tessa hem ging maken. Dus dat betekent een nieuwe regisseur die een nieuwe crew heeft meegenomen. Dus het hele team is nieuw op een paar mensen na van de oude groep. Is bijna iedereen nieuw en zijn allemaal ook zo jong nog. Toen ik Tessa sprak voordat de opnames begonnen, toen vroeg ik, heb je al mensen in gedachten voor de oudere rollen? En zei ze, nou, eerst maar eens kijken wie we als jongeren casten en dan denk ik de ouderen daar wel bij. Hoe heeft ze jou overtuigd om deze rol te nemen? Nou, het hoeft me niet te overtuigen. Ze had me gevraagd om te komen testen met een paar andere dames. En toen ik hoorde waar het verhaal over ging, wat de rol was, dacht ik alleen maar, ach, die rol wil ik heel erg graag spelen. Het is zo'n mooie rol, zo'n over een thema dat bijna niemand onberoerd laat. En waar veel mensen ook verliezen mensen of, aan de ziekte, aan kanker. De ziekte in ieder geval die mijn personage krijgt. En als het niet verliezen is, dan in ieder geval het gevecht er, wat ze van dichtbij meemaken. En ik vind het gewoon zo'n ongelooflijk mooi verhaal. En dit heb ik tot nog toe niet eerder gespeeld. Vaak zijn het wat meer extravagantere of uitbundigere types. En dit is totaal anders. Heel erg mooi. En ik ben heel dankbaar om dat met Gijs te spelen. Hij zegt, ik hou echt van die jongen. Hey, je zei net al, van het is een hele intense rol. Zijn er nou momenten geweest dat je echt er zo doorheen zat dat het gewoon even niet lukte? Nee, er zijn wel momenten geweest dat zeg maar Birgit en Marit, dat het niet Birgit was die Marit speelde, maar vroom, dat was gewoon samen. Dus toen was er een moment dat we heel emotioneel waren. Toen Tessa naar ons toe kwam van, het staat erop. Toen duurde het nog 5 minuten voordat ik klaar was met huilen. En dat was een hele bijzondere ervaring. Want ja, ik vraag me dan altijd af, ik bedoel, ik ken wel vrienden en ik hoor ook wel in mijn omgeving van mensen die kanker hebben, maar ik heb het nog nooit heel dichtbij meegemaakt. Ik vraag me dan toch altijd af, ja, waar haal je dat vandaan als acteur? Ga je met mensen praten of hoe heb jij je erop voorbereid? Nou, ik heb het jammer genoeg wel in mijn omgeving. Een hele goede vriendin van mij heeft een aantal jaar geleden kanker gekregen en daar heb ik het proces van dichtbij meegemaakt. Ook meegegaan naar de chemo's en haar vaarwelfeestje gevierd en de kou geschoren. En nu is mijn schoonvader en mijn zwager en een goede vriendin. Dus it's all around me.
Dus ik heb me jammer genoeg niet op een andere manier hoeven in te leven. Dat was wel op zich fijner geweest. Maar ja, het zit gewoon heel erg in mijn systeem nu. Dus misschien draagt dat ook wel bij aan de intensiteit van het spelen. Dave Schram, jij dacht van dat succes van Spijt overtref ik toch nog meer. Ik laat mijn dochter het nu doen. Dat is exact helemaal juist. Nee hoor, nee, dat is niet aan de orde. Het is wel zo dat Spijt is een enorm succes. Maar de film die we nu aan het opnemen zijn, Pijnstillers. Ik ben bang dat die minstens zo mooi, zo niet mooier gaat worden. Hey, we hadden net al even over Tessa. Dit is haar eerste grote project. Ze heeft natuurlijk al wat korte films gemaakt en tv-series. Merk je dat? Tessa doet het echt supergoed. Tessa doet het echt beter dan een aantal regisseurs die acht al jaren regisseren. Wie? Dat ga ik niet zeggen. Maar ze is gewoon echt heel erg... Ze is super gepassioneerd. Ze weet heel erg duidelijk wat ze wilt. Maar laat daarin ook ruimte voor de acteurs. Ze neemt scènes op verschillende niveaus op. Dus soms wat hoger in de energie, soms wat lager. En soms ertussenin, zodat je niet al gelijk op de set alle keuze hoeft te maken. Maar dat het ook in montage nog, dat je het nog mede verder kan regisseren. Door kijken welke scènes je dan neemt. En ze heeft een heel groot empathisch vermogen. Maar tegelijkertijd kan ze ook daarna zijn van het type niet lullen maar poetsen. En gewoon gaan doorbeuken jongens. Even. En ze is 25. Ze is echt de perfecte combinatie van Dave en Maria. Van haar ouders. Echt die heel mensenmens. Maar ook beuken. Je zegt zelf al van een hele nieuwe groep. Frisse ideeën, nieuwe ideeën. Maar het is natuurlijk nogal wat om in de film te spelen die na Spijt komt. Die op ieder festival de prijzen mee naar huis neemt. Hou op, ik zit nog steeds elke week als ik op de set kom. Dan moet ik Dave weer opnieuw feliciteren. Omdat Spijt weer de beste film van Europa... Nee, ik vind het geweldig. Het is inderdaad wel eng. Al helemaal omdat Robin mijn beste vriend is. Dus hij had er zo ontzettend veel succes mee. En nu gaan wij het doen. En dan moeten we onszelf maar gaan bewijzen. Maar ik vind dat heel spannend. Maar ik denk dat het zonde is om je daarmee bezig te houden.